Mijn droombruid ziet eruit als iemand die mij kan verstaan. Niet dat ze rekening houden met hoe ik zelf ben, hoe ik mij voel. Niemand ook verantwoordelijk met wie ik ook kan leggen. Echt een partner in het leven. Als ik hulp nodig heb, dat ze daar dan zijn. Maar dat ze zelf ook vrij zijn om zichzelf te ontwikkelen. Een vrouw die echt de moeder van hun kinderen kan zijn. Dus waar ik een beetje bang van zijn in een relatie, is dat ik na een jaar dat ook een beetje de spanning eruit is, zodat het niet meer zo heel verliefd is en niet meer zo heel jong en zo. Ik denk niet dat ik klaar ben voor een lange relatie. Soms kun je dat direct zien als iemand verliefd is op u. Ik ben een beetje bang om in een relatie opgesloten te geraken. Maar andere keren zie je dat niet meteen en moet je dat een beetje aan je gedrag. Allee. Omdat ik eerst nog mijn dromen wil verwezenlijken. Ik wil nog veel op reis gaan totdat ik ongeveer 30 jaar ben. En van dan ben ik wel klaar voor een relatie te beginnen. Of vragen, hè, maar ik doe dat niet echt zo vragen, maar misschien moet ik dat misschien beter doen een keer. Hè. Je hoort dat wel vaak en zo, en ook zo in andere landen en zo, dat mannen veel zo hun vrouw onderdrukken en zo. En dus daar ben ik wel een beetje bang van. Ik haat macho's en jongens die macho's gedrag. Daar moet ik echt helemaal niet van hebben. Ik heb meer liever zo lieve, eerlijke jongens en ja, zo ja, een beetje zeutjes ook. Op zich zou ik het nog helemaal niet zien zitten om nu al een kind te krijgen. Ik zou dan waarschijnlijk, ook al klinkt het een beetje cru, waarschijnlijk wel abortus plegen of zo. Maar ja, ik ben daar eigenlijk ook wel tegen. En ja, eigenlijk moet ik gewoon zorgen dat ik niet zwanger word. Ik denk wel dat liefde, dat echt voor eeuwig kan zijn.